En van harte, goeiedag, welkom bij deze live uitzending vanuit het hoofdkwartier van SWM. We staan hier met bewoners van Altona Village en ze zijn dus dan bij de directeur gekomen omdat ze problemen hebben met water. Ze krijgen helemaal geen water, laat me dat zeggen, uit de kraan. En ze willen dus dan een oplossing daarvoor. Dus ze zijn vandaag gekomen bij de directeur, de heer Clifton Linga, om dus dan te horen wat er gedaan kan worden. Ik heb hier mevrouw Asontu, die is samen met andere buurtbewoners. Jullie hebben problemen met water bij Altona Village. De buurt heeft problemen met water. We hebben helemaal geen druppel uit de kraan. We krijgen geen water. En we zijn al maanden bezig. En dit is de tweede keer dat we bij de directeur zijn geweest. En na de eerste keer is er een systeem in elkaar gezet om water te leveren voor de bewoners daar. Dus waarbij de huishoudens water krijgen geleverd door SWM. En we hebben gemerkt van hé, het moet geëvalueerd worden, want het gaat niet zoals we hebben willen. En nu hebben we dat systeem eigenlijk belicht en we gaan een efficiëntere situatie dan moeten inbrengen. Jullie hebben een systeem belicht. Wat bedoelt u daarmee? We hebben gekeken naar hoe het water wordt geleverd. De knelpunten die er zijn, die zijn besproken met de directeur. Er komt de oriëntatie van SWM in de buurt. En ze gaan meer trucks inzetten om water te leveren voor de mensen. Yeah. En ze gaan het per straat doen. Als de truck in een straat is, dat elke huishouden daar in de straat water krijgt. Ja, maar het is geen structurele oplossing, hè? Helemaal niet. De directeur heeft aangegeven dat er binnenkort, dus heel spoedig, een aanbesteding wordt gehouden. En nadien gaan ze over tot de aanschaf van de middelen, dus de materialen die SWM nodig heeft om te werken aan een hogere druk van het water in de gebieden. Dus het ligt aan die druk dus, want daarvoor hadden jullie wel water? We hadden wel water, ja. Inderdaad. En daarna niet meer? Hoeveel maanden al? Bij mij trouwens is het al zeker de derde maand dat ik geen druppel uit de kraan krijg. Ja. Ja. Maar kijk, jullie komen voor een oplossing. Is die in zicht? Kunnen we dat nu al vaststellen? Kijk, we zijn tevreden met het gesprek dat we hebben gehad met de directeur. Maar wij willen water uit de kraan, meneer. Ja, ja. We willen echt water uit de kraan. En liever vandaag dan morgen. En natuurlijk begrijpen we als het bedrijf aangeeft van we hebben problemen met die en dat. De financiële middelen zijn niet echt op tafel om direct over te gaan tot de aanschaf. Maar daarom vragen we ook aan de regering van doet u er wat aan dat die aanbesteding niet te lang duurt. Mm-hmm. En dat ook de aanschaf van de nodige middelen voor SWM ook niet te lang duurt. Anders kilt u de bewoners. Maar is er een termijn aangegeven? Heeft de directeur iets daarover gezegd? Hij heeft geen termijn aangegeven. Maar sowieso begrijpen wij als bewoners van als er aanbesteding gehouden moet worden en ze vlot eraan werken, dat we tegen januari al een beetje licht in de tunnel kunnen zien. Ja. Ja. Dus we blijven dus eigenlijk het contact onderhouden met het bedrijf, want we willen echt een oplossing hebben. Dat water dat jullie nu krijgen, toch? Aangeleverd, is dat gratis? Nee. Okay. Het aantal kub dat u krijgt, wordt geregistreerd. De bewoners tekenen, ze moeten hun klantnummer noteren. En dat komt op de rekening van de persoon. Want de mensen die water krijgen, zijn mensen die een aansluiting hebben. Ja, ja, ja. En de mensen die geen aansluiting hebben, want er is een project helemaal aan het eind van Altona Village, die mensen moeten zelf water kopen, okay. Want zij hebben geen aansluiting. Maar die basistarieven betalen je gewoon normaal, plus dat wat aangeleverd wordt? Ja, dus het komt gewoon op onze rekening, maar wij betalen niet voor transport. Ja. Wij betalen niet voor transport. Okay. Ja. En op hoeveel komt het? Hebben jullie een berekening gemaakt? Nee, ik heb er geen zicht op. Maar okay. Het is gewoon het normaal tarief dat we al zouden moeten betalen als er water uit de kraan kwam. Ja, ik stel die vraag omdat niet iedereen het kan betalen, toch? Als het iets extra wordt dan de normale tarieven die jullie moeten betalen. Het is geen extra tarief. Dat is ons verzekerd en de mensen die al hebben betaald, die hebben het zeker al ook gemerkt op hun rekening. Ja. In welke sfeer hebben jullie die meeting gehad met de directeur? Nou, u moet begrijpen, we komen
We zitten in een bepaalde situatie, geen water. Je moet zo zuinig zijn met water. Dus als je hier komt, wil je graag horen dat die directeur zegt van... Mevrouw Assuntu, eind van de week kunt u die kraan opendraaien. Maar dat is nog niet het geval. Dus we zijn voor 75% tevreden met het gesprek. Maar we willen gaan naar 100% wanneer water uit de kraan komt. Mevrouw Assuntu, u weet dat in heel Suriname bijna mensen problemen hebben met water. Ja. Waarom denkt u dat de uwe zo snel opgelost zal worden? We hebben er geloof in. Ja. En daarom blijven we dan dus in die communicatie met het bedrijf. Ja, ja. En we vragen ook de aandacht van de regering. Want daarvoor zitten ze daar, mm-hmm. Om de knelpunten binnen de samenleving op te lossen. Ja, ja. Ja. Wat geeft u mee aan uw eigen buurtbewoners? We vragen ze dat ze even geduld betrachten. Het is zwaar, ik voel het ook. Maar laten we even doorbijten. En daarom vragen we aan het bedrijf, lever dat water voor ons op tijd. Ja. En dat is beloofd dus? Dat is beloofd. En we gaan het ook samen met hun coördineren. Ja. Jullie zijn een buurtorganisatie? Ja, we hebben een buurtorganisatie. En die werkt aan allerlei problemen binnen de buurt. Welke problemen hebben jullie allemaal daar? Als u kijkt naar infrastructuur. Onze wegen moeten geasfalteerd worden. Onderhoud van de trenzen. We hebben een goede samenwerking met het ministerie van Openbare Werken. Ze zijn nu al bezig in het project. En natuurlijk kijken we ook naar de andere ministeries. Met wie we samen kunnen werken om een leefbaar milieu daar te hebben. Ja. Tot slot, wat geeft u mee aan de regering vooral? Want Atori moest los op. Ja, regering, Meka Monikong. Mek SWM, doe Auroko Samus toe. We kunnen het niet meer aan. Water is zeer belangrijk. Als u soms kijkt naar elektriciteit, dan zegt u liever van, liever eerst watra dan stroom. Ja, ja. Echt waar. President, we roepen u op. Doet u er alles aan dat SWM die middelen krijgt, dat geld krijgt. Om die buizen of wat ze nodig hebben, om die waterdruk voor de mensen echt op gang te brengen. We wensen jullie heel veel succes. Dank u wel. Ja. De buurtorganisatie van Altona Village, mevrouw Assuntu, was dat. Met wie wij hebben gesproken over het probleem. We hopen dat er een oplossing komt. Ze hebben gesproken met de directeur van SWM, dat is de heer Clifton Linga, over hun probleem. En aan hun is beloofd om een oplossing te brengen. Ze moeten eerst een aanbesteding doen, middelen moeten aangeschaft worden. En dan pas kunnen ze dan over tot het herstellen van de waterdruk. We zijn hier, we bedanken u voor het willen kijken naar deze hele korte reportage vanuit het hoofdkwartier van SWM. Waar mensen, buurtbewoners van Altona Village, naar hier zijn gekomen om dus dan te praten met de directeur van SWM over wat oplossingen voor hun problemen. Gerald Harderwijk is de naam, Roberto Ormskerk is de cameraman. We zijn er later weer met meer nieuws op DTV.